Even kijken. 87,5 centimeter. Ja, 87,5. Ja. Ik ben hiermee begonnen, mede naar aanleiding van reacties op social media. Ik plaats iedere dag een straatje van Dordrecht. Vorige week plaats ik een fotootje van, van de Keizerhofstraat. En daar kwamen zoveel reacties op van wat is nou de smalste straat van Dordrecht. Dat we hebben gezegd van nou, laten we dus op onderzoek uitgaan. En hoe smal is die nou? Wij komen weer uit op 74 centimeter op schouderhoogte. Op schouderhoogte en beneden? Op 82,5. 82,5 ongeveer, ja. En daarmee is het het smalste straatje van Dordt? Dat hangt er vanaf. Dat is de vraag. We moeten nu de andere meten hebben natuurlijk. We hebben natuurlijk nog een grote concurrent. 1,5 meter. 1,50? 1,5. Nou, die is een mooie maat. 1,5. Dat komt niet in de buurt van de 74 centimeter op de Keizershofstraat. Come on baby, can't you see? This ain't how it's supposed to be. This ain't no happy ever after. 78. Is smaller. Nee, 79. 79. Niet het smalste straatje dus. Zover als ik kan meten, niet. Zijn we er nu uit, heren? Waarschijnlijk wel. Voor zover wij het kunnen nagaan, is dus ja, de Keizerhofstraat toch 4 centimeter smaller dan hier de Zakkendraagstraat. Is de stadshistoricus het daar ook mee eens? Ja, hij is gekrompen, de straat. Hij is gekrompen, 6 centimeter in 30 jaar, zeg maar. En nu is hij inderdaad de smalste geworden.